Nou, jij leeft in een land waar als je fuck de koning roept, dan word je gewoon opgepakt en dan gooien ze in de gevangenis. Jong had nog een punt ook. Je, voor alle duidelijkheid, ik vind dat ook belachelijk. Natuurlijk moet je fuck de koning kunnen zeggen. Je moet alles kunnen zeggen. Soms ligt het een beetje aan de context. Ik dacht, een situatie waarin je het zeker moet kunnen zeggen is als jij de geheime minnaar bent van Maxima. En je ligt ergens in een afgelegen paleiskamertje, je ligt er helemaal suf te beminnen. Ja, jou is verteld, nee, Willem-Alexander, die is op staatsbezoek in het buitenland. Die komt pas over 3 dagen thuis. Hè, maar plotseling hoor je de sleutel in de voordeur en zeg je, fuck de koning! Tuurlijk. Hè? Ja, maar pas daarmee op. Dat is majesteitsschennis, hè? Dat is gewoon vastgelegd bij de wet, hè? Ik heb het overgezocht. Artikel 111, 112 van het wetboek van strafrecht. Belachelijk, maar dat moet eruit. Ik voel me daar... Maar zo voel ik me er ook heel ongemakkelijk bij dat ik een onderdaan ben. He, wij allemaal. Wij zijn allemaal onderdanen. Nou, waarschijnlijk moeten wij ook dan onderdanig gedrag vertonen. He, wij zijn dan de onderdanen en zij zijn dan de bovendanen. Ik kan het niet. Het ligt ook aan mij. Ik heb vroeger op school ook altijd... Ik had altijd van die autoriteitsconflicten. Hiërarchie. Ik weet niet, ik sta daar boven of zo. Ik heb een keer, toen moest ik voor een tv-serie waar ik in zat, toen moest ik paardrijlessen nemen. En ik weet nog precies, die instructrice, die zei tijdens de eerste les, zei ze, Theo, je moet dat paard laten voelen wie de baas is. Toen had ik er al meteen geen zin meer in. Hoezo moet ik een paard laten, hoezo zouden wij mensen baas zijn over de paarden? Waarom? Omdat wij ooit een lasso hebben bedacht. Omdat wij methodes hebben bedacht om die paarden te vangen. Ik vind juist het feit dat paarden nooit iets hebben bedacht om ons te vangen, maken dat zij superieur zijn aan ons, moreel gezien. We moeten die beesten respecteren. Nee, wat doen wij? Dressuur. Vind ik het meest paard onterende wat er maar bestaat, dressuur. Ik heb bij Ankie van Gunsven in de klas gezeten. In de klas gezeten. Ik heb Ankie van Gunsven gevingerd. Ik blijf het zeggen zoals jij blijft ontkennen. Het is gewoon zo. Ankie van Gunsven heeft 9 Olympische medailles gewonnen. 9 Olympische medailles. Meer dan welke Nederlandse sporter ooit. En ik zeg heus niet dat dat alleen maar komt door mijn vingeren, maar... En Ankie van Gunsven die zegt over dressuur, zegt ze, ja, maar paarden vinden dat juist leuk. Hè? Die vinden dat juist leuk. Nou, ik heb nog nooit een paard in de vrije natuur, hè, die precies zo kan lopen als hij zelf leuk vindt. Hè? Heb ik nog nooit... Ik vind dat lastig, hiërarchie. Ik vind dat moeilijk. Moeilijk vind ik dat. Volgens mij is dat ook in de kern waarom ik niet hou van mensen die geloven in een god. Want ik denk dat onze hersenen, die zijn altijd bezig met orde te scheppen in de chaos. En een belangrijk gereedschap is daarbij symmetrie. Het creëren van symmetrie. En ik denk dat mensen die geloven in superieure opperwezens... Die geloven onbewust ook in inferieure onderwezens. Want je hebt die God, die staat boven jou. En dan heb je je broeders en je zusters die ook in die God geloven. Dat zijn je gelijken. En dan onderaan bungelen altijd de ongelovigen. En voor mij botst dat met het belangrijkste principe. Alle mensen zijn gelijk. Behalve de mensen die daar niet zo over denken. Ja. Ja, dat is misschien inconsequent, maar dan ben ik maar inconsequent. Consequente mensen zijn ook eng. Consequente mensen, dat is zo'n politieagent die je aanhoudt als je door het rood bent gefietst en zegt, ja, wat zou er gebeuren als iedereen door het rood zou fietsen? Ja, wat was er gebeurd als iedereen op jouw baan had gesolliciteerd? Was jij het nooit geworden? Dus tuurlijk. Tuurlijk moeten wij kunnen zeggen, fuck de koning. Wij moeten alles kunnen zeggen. Alleen, die vrijheid die gaat natuurlijk altijd gepaard met een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. En we moeten wel ons best doen om voor te stellen hoe het voor die ander is. Empathie. Voor ons is het gewoon een geinig zinnetje. Fuck de koning. Bek lekker. Maar we moeten ons ook realiseren dat voor iemand als Maxima is het gewoon ook onderdeel van haar takenpakket. Zij moet daadwerkelijk met die man fucken. Dat lijkt me geen pretje.
Hè, Willem-Alexander lijkt mij het type minnaar. Als die een vrouw alle hoeken van de kamer laat zien, dan is het toch voornamelijk van, nou, dit is dan deze ook. Ja. Ik weet niet, hij heeft ook zo'n lichaam in de vorm van een lukraak leeggespoten bus peurschuim. Ja. Ik vermoed hier ook een beetje een witte en niksige piemel. Huh? Met opvallend veel vooruit. Echt zo'n tuitje. Huh? Zeg maar rustig een tuit. Huh? Klein beetje gekarteld, zodat je met een beetje goede wil zou er een kroontje in kunnen zien. Huh? Ik heb wel uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Willem-Alexander schijnt een uitmuntende beffer te zijn. Serieus? Een uitmuntende beffer. Serieus? Ik vind het ook wel logisch, hij vroeg op die koninginnendagen ook veel kunnen oefenen met dat koekhappen zo. Maxima hoeft de bikinilijn ook niet bij te werken, het is eens in de zoveel tijd Willem-Alexander loslaten. Het is weer zo glad als de schedel van Frits Wester na zware chemotherapie. Argentinian wax, noemt zij het. Gekscherend.